hebben vandaag een mooie hike op het programma. We gaan naar dat topje. Kijk, crossgevoel. Ja. Even, heb ik al lang niet meer gehad. Even door de modder. Wij hadden jou nog niet verwacht hier, Lander. Nee, dat klopt. Ik mezelf ook nog niet. Hoe is dat zo gekomen? Ik kreeg vorige week een telefoontje van Marco of ik het zag zitten om een beetje vroeger te gaan starten met de wedstrijden. Dus zag ik sowieso wel zitten. Het was alleen een beetje niet het oorspronkelijke plan, maar ik ben toch heel blij dat ik erbij kan zijn. We zijn zaterdag toch al meteen goed begonnen. Dus. Want was het even switchen in je hoofd om die stap te maken van oké, ik ga nu echt vol mee in het... in de laatste koers van het jaar? Ja, het was toch wel een beetje onverwacht. En ik had er me nog niet helemaal op voorbereid ook niet. Dus we waren nog een beetje de basis aan het leggen voor een goede zomer te maken. Aangezien ik door de cross toch een beetje later erin ben gekomen. Maar een kans om zo'n mooie koersen te gaan rijden, die kon ik niet laten schieten. Hoe heeft die periode van jou, het veldrijseizoen tot aan nu, hoe zag het er een beetje uit? Heb je veel rust kunnen pakken nog? Na de laatste cross heb ik 2 weken rust genomen. Ik heb een weekje thuis geweest. En daarna ben ik een weekje gaan skiën. En dan ben ik er terug aan begonnen. Heb ik ongeveer een kleine 2 maand mee kunnen voorbereiden. Met ook een korte stage in Spanje. Ja, gaan we terug volle bak beginnen koersen. En kijk wel naar uit. Was het nodig na het veldritseizoen om een periode van rust te hebben? Vooral mentale rust is heel belangrijk na een crossseizoen, omdat je toch altijd jezelf moet opladen voor die crosswedstrijden. 1 uur echt volle bak over de rooien gaan is altijd wel heel mentaal ook lastig en fysiek ook. En je doet heel veel wedstrijden op korte periode, waardoor dat wel allemaal heel snel achter elkaar komt. En dan heb je wel vooral die mentale rust nodig. En fysiek is dan niet zo hard nodig, maar mentaal is dat wel heel wel gekomen. Heb je een idee hoe het komt dat ze jou ineens hebben opgeroepen? Ik had gehoord dat er bij Cedric een probleempje was opgedoken met zijn longen. En normaal was hij gepland om deze wedstrijden te rijden. Dus ga ik hem proberen waardig te vervangen. Ben je er nerveus voor komende week zondag? Het is toch ineens wat de eerste World Tour koers. Ja, toch wel. Ik had sowieso niet verwacht dat ik de Amstel ging doen, omdat dat ook niet de planning was. Maar ik had afgelopen zaterdag bij de Volta al heel veel zenuwen. Eigenlijk veel meer zenuwen dan ik had voor de cross. Vooral omdat ik niet wist waar ik ging staan. En, Volta was een mooie test geweest. En ben ik toch tevreden waar ik nu sta. Dan kan ik toch met iets meer vertrouwen naar de Amstel vooruitkijken. Hoe is het voor jou om als veldrijder overstap te maken naar... Nou, wegrijden, wat is echt de grootste uitdaging die daarop tegenkomt? Nu moet ik toch wel de inhoud gaan kweken om koersen van 200 kilometer tot, zoals in Amsterdam Gold, 260 kilometer aan te gaan kunnen. Dus op alle vlakken proberen zo goed mogelijk voor te bereiden. Lange uren maken, veel kilometers doen, juiste voedingsstrategieën gaan toepassen. En dat maakt dat je toch al die facetten gaat moeten trainen. Om er gaan te staan in die wedstrijden. Ik begreep dat het zelfs je eerste koers was met een oortje in. Ja, dat is toch, klopt. Dat is toch best. Ik denk niet dat er heel veel renners aan de start zullen staan bij de Amstel die 3 weken ervoor voor het eerst met een oortje rijden. Nee, klopt. Ik heb 2 weken zelfs. Ik had nog nooit op het punt 1 niveau gereden. En dat is het eerste niveau waar dat je met communicatie mag rijden. En voor mij was het dan toch wennen. En dan heb ik even op de teammeeting gevraagd van hoe gaat het allemaal in zijn werk, want geen flauw benul. Ja. Maar uiteindelijk is het wel goed gekomen en het moet voor alles natuurlijk een eerste keer zijn. Hoe reageerde jouw omgeving erop dat jij toch redelijk onverwachts misschien bij de Amstel Gold Race aan de start staat? Ja, ze waren ook super enthousiast. Dat het toch wel denk ik voor elke renner een droom is om de Amstel ooit eens te kunnen rijden. En dat is... Gaat gepaard met een beetje spanning. Hoe ga je ermee om met die spanning? Ja, proberen een beetje af te leiden. Ja, zoals? Een beetje met andere dingen bezig zijn. Beetje wandelingetjes zoals deze. Ja, klopt. Een beetje ontspannen. En er proberen niet te veel aan te denken, maar natuurlijk ook wel een beetje.
We moeten natuurlijk ook wel voorbereiden. En ik heb gisteren bijvoorbeeld de laatste 40 kilometer van de Amstel nog eens herbekeken. Ja. Dat geeft je als renner wel een soort van rust. Dat je weet van wat komt eraan en wanneer. Omdat ik tot vorige week had ik nog nooit in Limburg gekoerst in Nederland. Ja. Dus wist ik ook niet waaraan ik me kon verwachten. We bereiden ons hier als team voor op de Amstel Gold Race bij Senderpas in een bosrijke omgeving. Dan moet voor jou wel deugd zijn, hè, om in zo'n omgeving te zijn als crossen. Ja, voelt als thuiskomen. Hè. Ik vind het jammer dat ik mijn crossfiets niet bij heb, maar momenteel zijn er even andere doelen. En dat is leuk dat we met z'n allen hier s'avonds gewoon in de zetel kunnen zitten voor de televisie en een beetje babbelen met elkaar, spelletjes spelen. En als je in een hotel zit, is het toch een beetje anders. Dan zit iedereen op zijn kamer, ligt op zijn bed te rusten. En nu kunnen we echt wel een hechte band gaan creëren met z'n allen. En dat gaat er vroeg of laat gaat er sowieso wel uitkomen in de wedstrijden. En nu je het parcours een beetje bestudeerd hebt, wat is hetgeen waar je het meest tegenop kijkt? Goh, eigenlijk kijk ik nergens tegenop. Dus vooral proberen te genieten. En, het zijn lastige hellingen. Er is 3-4 hellingen tussen de 40-50 kilometer voor het einde die echt het verschil gaan maken. Keutenberg, IJzeren Bosweg. Ja, klopt. En daar kom je eigenlijk aan na 220 kilometer. Dus dat gaat ook een verschil zijn. Je hebt nooit zo lang gekoerst hier vooruit? Nee, nog niet. Dus dat is ook weer iets nieuws, hè. Ja. Om te gaan ontdekken. En daar kijk ik wel naar uit. Het is al een beetje Keutenberg, dit. Ja, ik krijg toch al... ik krijg eigenlijk een beetje cross-vibes terug. Wel onder modder. Ja, voor jou is het thuiskomen. Deze... Ja. Alleen volgens mij zeggen ze al bij de cross daar niet je witte schoenen aan, hè. Nee. Dat was een slechte keuze. Ik heb Bas zijn keuzes overgenomen vanaf het seizoen. Ja, dat is waar. Als je maar niet Bas' rijstijl overneemt, dan vind ik het goed. Nee. Ja, dit is mooi. Lander, het is de dag van de Amstel Gold Race. Finish net een half uurtje geweest. Je kijkt terug. Wat hoop dat er is gebeurd die dag? Ik hoop dat we aan de finish geraken. Met z'n allen? Met z'n allen. Dat zou wel heel mooi zijn als we eigenlijk met z'n allen direct de finish kunnen halen. En dat er eigenlijk voor iemand van de ploeg ook een mooi resultaat in zit. Nou, we vooral ons hebben laten zien als ploeg. Ja. Dat we verdienen om daar aan de start te staan. En dat we in de toekomst nog veel mooie wedstrijden van dat kaliber kunnen rijden. Ons kunnen laten zien dat we thuis horen eigenlijk op dat podium. Ja, klopt. Dat we toch een sterke ploeg hebben en dat we dat aan de mensen moeten laten zien. En de ploeg zo mooi mogelijk in beeld brengen en laten zien dat ze niet altijd met ons klaar zijn.